De tweede seizoenshelft is pas net van start, maar de absolute kraker staat alweer op het programma. PSV Ajax, de nummer 1 tegen de nummer 2. Vorig seizoen werden de punten eerlijk verdeeld en hoewel er geen publiek was, kon je zien dat er veel spanning op stond. Dusan Tadic tegen Mvogo en het is 1-1. En Tadic gaat Dumfries nog opzoeken, ja, dat moet hij niet doen. De penalty zit erin, het is 1-1. Het is duidelijk, PSV Ajax loopt vaak uit op echte veldslagen. Wat te denken van bijvoorbeeld de wedstrijd in 2013. Het gebeurt zometeen rechts in beeld, waar Toivonen wordt opgevangen door Paulsen. Van Bommel die wordt meteen hard aangepakt door Paulsen. Blind. Eriksen, geweldig vrijgespeeld omdat de twee PSV'ers dezelfde route nemen. En daarbij wel elkaar tegenkomen, maar geen Ajax ziet misschien in de goal. In de korte hoek. Goeie Ajax goal. 7e minuut, tweede helft. Mertens, de korte hoek. Oh, en die verrast bijna. Sillessen, sterker nog. Die verrast Sillessen compleet. En het staat 2-2. En dan komt de verrassende wissel aan Ajax-zijde. Paulsen verlaat het veld voor Boerichter. En 2 minuten later gebeurt dit. Eriksen. Boerichter, oh, die is denk ik sneller dan Pieters. Alleen Pieters die aan de verkeerde kant dekt. Sterker nog, die helemaal niets doet. Gaat zich wel beklagen bij Kuipers, maar die geeft gewoon een goal. En klagen helpt niet. En Boerichter, die amper 2 minuten op het veld staat, brengt Ajax voor de 3e keer op een voorsprong. Ajax heeft het vaak knap lastig in Eindhoven. Ze wonnen de Amsterdammers van 1979 tot 2007 slechts 2 keer. Maar dat waren wel 2 hele mooie overwinningen. De eerste daarvan was in 1989. Dennis Bergkamp van links. Dat wordt er dus een die naar het doel toe draait. En het is een treffer weer van Aaron Winter. Bergkamp. En weer Lodewijk niet en Winter die voor hem komt. De geschiedenis herhaalt zich. En 5 jaar later was daar de volgende overwinning met exact dezelfde cijfers, 4-1. En de mooiste werd duidelijk gemaakt door Peter van Vossen. Diepe paas van Frank de Boer. Hier is Van Vossen. Alleen Vinnie George is mee voorin, dus gaat Van Vossen er zelf op uit. En dat doet hij schitterend, Peter van Vossen. En toen gingen er 13 jaar voorbij zonder Amsterdamse overwinning. Totdat het 18 maart 2007 was, de verjaardag van Ajax. En dat werd een heel mooi feestje. Hoekschop Sneijder. Huntelaar met de kopstoot en de goal. Ja, hij doet het weer. Klaas-Jan Huntelaar, zijn 16e goal. Af van de bal. En de hand de knal. Oh, wat een geweldige poeier van Edgar Davids. Colina die levert zomaar in bij Sneijder. Sneijder, het schot en de goal. Een diagonale knal van Wesley Sneijder. De Mul. En wordt daarvoor beloond. Want het is Huntelaar die de voorzet van De Mul binnenwerkt. Zijn 2e goal in deze wedstrijd. Vajerine is eerste balcontact en Gabri. En daar is de 1-4. Jongen, jongen. De Mul. Huntelaar laat het aan Perez. Perez. En het wordt ook nog 1-5. Kenneth Perez. Dan de cijfers. PSV Ajax is in competitieverband 65 keer gespeeld. En voor het eerst deze tikkie terugreeks won Ajax de minste wedstrijden. 16 Amsterdamse overwinningen tegenover 32 keer voor PSV. De overige 17 keer bleef het gelijk. In al die wedstrijden wist de thuisploeg 128 keer het net te vinden. En Ajax scoorde 89 keer. De meest productieve spelers aan Amsterdamse zijde waren Ruud Gils en Henk Groot, met beide 5 doelpunten. En er was ook een scorende debutant. En daarvoor gaan we terug naar 2011. Van der Wiel en Boudikin. Boudikin scoort! Ja! En dan was er in 2018 ook nog een bijzondere debutant. Niet omdat hij scoorde, maar wel omdat het de jongste debutant ooit is bij Ajax. Met 16 jaar en 130 dagen. Debuut van Ryan Gravenberg. Gaat neer en eruit. Ja, dat is er dan ook weer eentje voor de boeken. Dan zijn we toegekomen aan het mooiste doelpunt. We zagen eerder al Peter van Vossen en Wesley Sneijder heerlijke goals maken.
Maar er zijn nog twee kanshebbers. Menzo de Boer. Bergkamp maakt zich los. Bergkamp met een pas. Bergkamp. Het is raak, het is 1-0 voor Ajax. Emanuelsson. Wat een loei. Zondagmiddag om 2:30 is het tijd voor de topper PSV Ajax. Een rechtstreeks duel om de koppositie in de Eredivisie.